Eén op drie mensen in onze westerse wereld is niet gelukkig in zijn job. Ze willen wat anders. Maar ja, wat dan? Dat is de grote vraag. En vermits één op drie mensen wel ongelukkig is in zijn job, maar niet weet wat ze in de plaats willen, ja, de meesten bijten dus op hun tanden en houden vol. En vaak ten gevolge van uiteraard een burn-out. En dan is het te laat. Nu, ik wil u eerst en vooral zeggen dat je dus niet alleen bent. Want als 1 op 3 zich afvraagt, wat is nu de carrière van mijn leven? Wat is die perfecte job? Ja, dan wil ik daar heel graag antwoord op geven. Hey, misschien heb je wel eens naar Blind Gesprongen gekeken. Nieuwe programma van VTM. Waarin mensen geholpen worden om aan een nieuwe job te komen. Maar, oh, wacht even. Het gaat dus om kandidaten die niet tevreden zijn in hun job, die willen veranderen om diverse redenen, maar ze weten niet wat ze willen. Een team van experten bekijkt de kandidaat, screent de kandidaat, gaat daarmee aan de slag, praat daarmee. En dan gaan ze hun expertise gebruiken om natuurlijk de beste match te vinden voor die kandidaat. Er is één addertje onder het gras. Kandidaat moet ontslag nemen op de plaats waar dat hij nu werkt. En krijgt ja, een job voor 3 maanden in de plaats. En dan kan hij beslissen of hij die job wil houden, ja of nee. Geweldig goede tv vind ik dat. Maar mij doet dat wel nadenken. Namelijk als er zoveel mensen zijn die inderdaad niet tevreden zijn. En die zich beginnen af te vragen, wat wil ik dan? Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, die mensen ontbreken de methode. Er bestaat een stap-voor-stap methode, zodanig dat jij te weten komt wat je echt wil. En by the way, dat geldt ook niet alleen over een job. Dat geldt over een nieuw lief, het huis waar dat je in wilt wonen. Weet je, de familietrips die je wilt maken. Dat gaat over alle levensgebieden. Natuurlijk is carrière een heel groot stuk van ons leven en is dat ook heel belangrijk. Dus in plaats van op je tanden te bijten en vol te houden en misschien helaas straks in een burn-out te sukkelen, we mogen niet vergeten dat 34% van alle mensen die ziek thuis zitten, thuis zijn met een burn-out. En dan is het vaak te laat. Het is pas als mensen in een burn-out terechtkomen dat ze beginnen na te denken. En dat ze zich realiseren, oh my god, ik kan echt niet meer terug. Het matcht niet meer. Laat ons dat moment voor zijn. Ik wil jou zo graag de methode leren, de stap voor stap methode leren, zodanig dat we datgene wat onderbewust in jou leeft, bewust kunnen maken. We moeten het niet buiten onszelf gaan zoeken. Daar ligt de oplossing niet. Ja, we hebben geen experten nodig die zeggen wat voor job dat wij zouden moeten doen. Nee, je hebt alleen de methode nodig die ontwaakt in jou wat jij zou willen doen. Ja, in onteven welk levensgebied. En ik wil zelfs een stap verder gaan. Ik leer in de lifecode aan onze mensen om niet alleen de juiste keuzes te maken, vertrekkend vanuit je hart, wat jij met hart en ziel wil, maar wat we zelf tegenhouden, uit ongeloof, uit angst, uit twijfel, uit natuurlijk comfort, weet je, we weten wat we hebben, durven we wel opgeven wat we hebben om iets nieuws te krijgen. Dat zijn allemaal heel belangrijke en existentiële vragen waar we mee aan de slag gaan. Maar de stap verder voor mij is u laten springen. Niet zomaar. Zo, in een zwembad zonder water, dat doet veel te veel pijn. Ik heb dat ooit in het echt gezien, dat is echt niet oké gekomen. Dus daar gaan we het niet over. Nee, eens jij weet wat je wil, in onteven welk levensgebied, carrière, relatie, gezondheid, financieel, ontspanning, de plaats waar je woont, de dingen die je nog wilt doen in je vrije tijd, alles is mogelijk. Het is uw leven. Eens je weet wat je wil, dan ga ik u verbinden met de volgende methode in de Life Code. En die methode is gaan voor wat je wil. Ja? De stappen zetten met bewustzijn en met inzicht en met kennis
en met daadkracht en met verlangen en met motivatie en inspiratie, zodanig dat je voelt dat dat jouw weg is. Daar gaat de Life Code over. En dat wil ik jou zo graag laten ervaren. Weet je, het prachtige aan de Life Code is dat je dat gewoon maand per maand kunt beslissen. Je kunt een maand proberen en stoppen. Dus dat is fantastisch, toch? Hoe groot kan het risico zijn? Maar wat als je inderdaad je droomleven of je droomjob of je droomrelatie gaat kunnen manifesteren? Want dat is mijn stokpaardje. Jou brengen, eerst en vooral van het idee ontwikkelen in jezelf, en je dan brengen naar het fysieke resultaat in je leven. Als ik jou heb kunnen inspireren, wel, klik dan hieronder. Bekijk het curriculum, de inhoud van de Life Code. Het is zo compleet. Het is mijn grootste levenswerk dat er nu is voor jou. Aan een hele toegankelijke prijs, gezien de enorme waarde die daarin zit. Gigantische waarde. Trouwens, laat ons eerlijk zijn. Hoeveel is u die droomjob waard? Hoeveel is u die droomrelatie waard? Right? Just that. Dus ja, kijk maar eens naar het curriculum van de Life Code en ik kan niet wachten om jou te helpen. Om datgene wat er al in jou leeft, tot leven te brengen, zodanig dat je het ook kunt uitvoeren. Graag tot snel.